Beste kijkers, we staan aan de ringweg met de heer Struikelblok, die kunstenaar is. Hij heeft aan de ringweg 6 kunstwerken neergelegd. Het Nationaal Informatie Instituut heeft een gesprek met meneer Struikelblok over deze kunstwerken. We gaan een wandeling maken aan de Ringweg. En terwijl we die wandeling maken, gaat u ons alles vertellen over het project dat u heeft gedaan. Van waar het initiatief om dus deze kunstwerken te maken met kinderen die een beperking hebben? Oké, van waar het initiatief? Nou, als eerst wil ik eigenlijk... vandaag is een bijzondere dag. Het is de dag van een internationale dag voor kinderen met een beperking. En ik werk heel vaak met kinderen met een beperking en ook met kinderen van kinderthuizen. Dit project is eigenlijk een jaar geleden gedaan. Dus, en eigenlijk nu pas heb ik tijd gehad om ze te plaatsen, de beelden te plaatsen. Het idee is ontstaan doordat we bezig waren met het Hartjesproject. We hebben met kinderen hartjes gemaakt en we hebben iets van bijna 400 hartjes van cement. En die kinderen mochten het inkleuren op hun manier. Maar hoe zijn we daarop gekomen? Omdat ik een dagje bezig was te tekenen met de kinderen van volgens mij Mithielschool. En een van de meisjes zei van meneer, ik hoop dat we ooit in een hartjeswereld gaan wonen. Waarbij iedereen eigenlijk elkaar lief heeft en van elkaar gaat houden. Toen is dat een beetje in mij gebleven en ik dacht van nou, ze maakt wel een statement. Dus ik ga erover nadenken en toen heb ik het Hartjesproject ontwikkeld. Toen hebben we dat uitgevoerd en daaruit is toen het project Mijn Idool ontstaan. En dat zijn eigenlijk de beelden die hier staan. Dus na het Hartjesproject heb ik toen het project Mijn Idool gedaan. Want deze kinderen, de kinderen met een beperking, hebben ook een idool. Ze willen ook zijn zoals andere kinderen en andere mensen en andere bekende figuren. Want als je over bal praat, voetbal praat met ze, weten ze allemaal wie Messi is, wie Ronaldo is. Als je praat over zingen, weten ze precies wie de bekende zangers zijn. Dus ik dacht van nou, ik kan zo'n project ook doen, maar ik ga ze niet laten tekenen. Maar ik ga ze met hun handen en hun motoriek, weet je, van beweging en iets doen. Met welk materiaal is er gewerkt? Want ik denk dat als je met kinderen werkt die een beperking hebben, dat je een goede voorbereiding moet hebben om ze kennis te laten maken met het materiaal waarmee gewerkt gaat worden. Welk materiaal heeft u gebruikt? Bij dit project, Mijn Idool, hebben we cement gebruikt. Eigenlijk natuurlijk eerst een ijzeren constructie en dan cement erop. Dus dat konden die kinderen natuurlijk niet doen. Dat heb ik voorbereid. En ik heb het toen met een aantal andere mensen gewoon vormgeving gemaakt. En daarna heb ik de kinderen laten beschilderen. We hebben toen erover gesproken van wie is een idool, wat doet een idool, wat denk je aan, hoe ga je... Ja, komen er zoveel dingen uit. En zo hebben we toen de kinderen laten voelen. De kinderen van de Louis Braille School. Dat zijn de kinderen die een beetje slecht zien, maar ook anderen die helemaal niet zien. We hebben gewerkt ook met kinderen van de Kennedy School en de kinderen van Mithiel School. Nou, u zei ook dat kinderen van Mithiel School hebben meegewerkt, meneer Struikelblok. En u sprak over motieven. Welke motieven komen voor erop? Nou, ik heb de kinderen ontwerpen laten maken van symbolen die zij heel mooi vonden. En dat hebben we toen uitgesneden en dat hebben we getamponeerd op de beelden. U ziet, u gaat zwarte vlekjes zien, maar dat zijn ontwerpen van de kinderen. Omdat zij ook, los van het voelen van het cementbeeld, het inkleuren, maar ook iets extra erbij kunnen zetten. En dat hebben we, ja, dat hebben we met ze gedaan. Hoe lang heeft dit project geduurd om al deze 6 beelden te maken?
Om even te kijken, ik denk dat het sowieso 3 maanden lang heeft geduurd. We zijn vaker geweest naar de scholen, maar dan op verschillende tijden, verschillende periodes. En we hebben het langzaam met ze gedaan. Weet je, want we konden die beelden niet showen ernaartoe, maar we hebben de kleine beelden en de ontwerpen heb ik meegenomen. En de beelden die we konden brengen, hebben ze dan mee, hebben ze helpen mee schilderen. U heeft de kinderen die mee hebben gewerkt aan dit project van dichtbij meegemaakt. U heeft hun belevenis ook meegemaakt. Wat kunt u ons vertellen daarover? Dit is niet de eerste keer dat ik met ze heb gewerkt. We hebben ooit het blokjesproject gedaan. Daarna ook met spiegels gewerkt. En daarna hebben wij het haartjesproject gedaan. Dus ik moet zeggen, elke keer wanneer ik bij ze ga, is het een feest. En ze weten, ze horen me op een afstand en ze weten dat meneer Struikelblok aanwezig is en dat hij leuk met ze bezig gaat zijn. Ik vind het natuurlijk ook heel erg, het is zo anders, maar het is zo levendig. Ja. En dat zie je bij de kinderen, dat ze daar helemaal uit hun box komen, want out of the box gaan denken, omdat we ze de vrijheid geven om creatief te bezig te zijn, maar ook bezig zijn met wat waarvan ze houden. En dat zie je echt bij de kinderen. Ja. Nou, u heeft dit een tijdje met ze mogen doen. Gaat u het laten bij dit project of wilt u met deze kinderen vooral bezig blijven? Het heeft me altijd aangetrokken om met deze kinderen bezig te zijn. Want mijn doel is ook dat ik aandacht vraag voor deze kinderen. Weet je, want ik, ook in mijn schilderwerk ben ik ook bezig met kinderen van kinderthuizen. En ook kinderen met een beperking. Dus ik probeer eigenlijk aandacht te vragen voor hun. Zodat mensen in de samenleving ook iets kunnen terugdoen voor deze kinderen. Want ze zijn eenmaal in onze maatschappij. Ze behoren in onze maatschappij. Ze kunnen van alles doen. Maar wij moeten ze accepteren. En wij moeten ze de plek geven wat ze verdienen en openstaan voor ze dat ze ook alles kunnen doen. Meneer Struikelblok, u zei u heeft cement gebruikt om deze kunstwerken te maken. Maar we weten ook dat het geen 2 cent kost als je materiaal gebruikt, vooral cement niet, om te werken aan 6 kunstwerken. Hoe heeft u dit allemaal voor elkaar gekregen om dit materiaal te hebben? Nou, ik heb een paar sponsors gehad, mijn eigen bijdrage was natuurlijk groter. Maar we hebben Farocio gehad, die heeft gezorgd voor de verf. Dus die helpt ons ook altijd. En ik heb een paar kleine bedrijven gehad die ook wat hebben gedoneerd. Maar zo probeer je eigenlijk als kunstenaar om te komen bij jouw materialen, wat je nodig hebt. Omdat je weet dat het voor een goed doel is en dat je de kinderen iets wilt bijleren. Dus dat vertel ik ze ook. En dan heb je wel mensen die graag een handje willen helpen. Het is nog niet helemaal af, zoals u ziet. We zijn nog bezig ze op te knappen. De sokkels worden nog beschilderd. Maar ook openbare werken, ja, OW, heeft ook nog de kokers geschonken. Want dit zijn hele oude kokers. Die hebben ze toen ook vervoerd naar hier. En DC Nercus heeft ook nog toestemming gegeven dat ze hier geplaatst mochten worden. Omdat hij ook het project heel mooi vond. Nou, als je langs de ringweg rijdt en je ziet dit tussen de Charlesburg en tussen, om het zo te zeggen, Hesdy. Dan zijn er al vragen opgekomen in de samenleving. Hoe mooi zou het niet zijn als bijna alle delen van de ringweg dit hebben? Wat is uw reactie daarop? Nou, dat zou kunnen, dat kan. Maar natuurlijk moet je mensen hebben die je moeten helpen of willen helpen om dan de kunstwerken te plaatsen. En ook het materiaal ter beschikking stellen. Dan zou dat wel mogelijk kunnen zijn, ja. Ja. Vandaag is inderdaad een bijzondere dag terwijl we dit interview met u doen. Welke boodschap heeft u voor de samenleving als het gaat om de mens met een beperking? Nou, er is al denk ik een project van Don't Leave Anyone Behind. So, dat is dan in principe al duidelijk gezegd. Leave nobody behind, dus laat niemand achter. Dus neem iedereen mee, iedereen heeft dezelfde waarde, iedereen verdient ook respect. Dus ik zou, een beperking is eigenlijk, iedereen heeft beperkingen. Maar geef
de mens die echt misschien een extra beperking heeft ook de kans om zich te ontwikkelen, ook om creatief bezig te zijn, maar ook een plekje in op een kantoor of maakt niet uit wat. Maar onderschat ze niet. Ze zijn heel erg kundig. Ze hebben heel veel kennis. En als we openstaan voor hun, staan ze natuurlijk ook open voor ons. Meneer Struikelblok, mag ik u heel erg dankzeggen en ook feliciteren met het project dat u heeft gedaan. En namens het Nationaal Informatie Instituut zal ik zeggen, gaat u zo door. Dankjewel. U heeft het gemerkt, beste kijkers, de kunstwerken van meneer Struikelblok aan de Ringweg, gemaakt door kinderen met een beperking.